CLO-voorzitter Ronald Hooghart heeft vandaag op een ALV gezegd dat de aanval op vakbondsleider Michael Salons in Nikeri een politieke aanval is. Salons is aangevallen en met de dood bedreigd op het terrein van het ministerie van Openbare Werken, de nieuwe Nikeri. Waarom ga je een vakbondsleider aanvallen? En moet je goed dat de politiek mij doet en zijn dus. We leven in een kandra die een kandra valt zwitten. En een feest toe een firma kandra. Maar de politiek kan de orde dat we ons aan ons leven moren. Dat we vet aan ons leven. Nou, moe zal ik? Een pikje meer. Met misabi. We big up. Masra Salons en de Westring, hun drijfbakken. We horen rekening, maar een politiek man, we horen rekening naar een sociale zakken. Zal je de val Salons aan? En voor allemaal heb je een val zelf aan, dat is ook zo'n kondigje. Dat ding is niet goed. Ook vakbondsleider Hugo Blanker, die aanwezig was op de CLO-bijeenkomst, zegt dat de aanval op Salons vanuit de politieke hoek komt. Hij raadde ambtenaren aan op hun hoede te zijn en zich niet te laten afschrikken. Brand Salons is in de kerk waar hij op dit moment opkomt voor langzinaar. En ik heb begrepen, ook van hem, dat er RNDR-leden hem hebben gemolesteerd in de kerk. Laten we hopen dat dat niet waar is. Laten we hopen dat dat niet waar is. Want wij laten ons niet intimideren. En wij zijn solidair. Vakbondsleider Hugo Blanker.